Yo, what's up? I'm Alvaro, and I'm here with my friend Joey Dale. And we're about to hit the studio, but first we're gonna play some FIFA against each other. And the loser has to record something on the winner's Snapchat. So that's really cool. I think it's a good idea. Yeah, right? Are you good with FIFA or? I think I'm pretty good. Nah, I don't think so. I think I can take it. No, I'm gonna win. Actually, it's my second time playing FIFA, so. I'm playing for years. Oh, shit, there we go. All right. Ik ben thuis, hè? Ja, maakt me niet uit. Tadadadang. Oh ja, even kijken hoor. Barça! Ja, moet ik Feyenoord? Doe gewoon wat jij wil. Nee, ik doe wel Feyenoord. Moet ik dat? Gewoon wat jij wil. Je moet doen wat jij wilt. Ja, anders wordt het wel echt een afstapping. Ja! Nee, oké. Okay. Hey, dan wil ik het echt afstapping maken. Je moet gewoon, ja, dan moet je het echt... Hey, maar waar zit nou Barcelona dan? Naar rechts, naar de F. Of, ja, nee, B. Ja. Oh ja. Oh, wat geweldig. Wil je Barcelona? Nee, maakt mij niet uit. Dan ben ik Feyenoord. Ja. Je moet klikken. Oh, thuis. Kun je wedstrijd spelen? Ja, doe maar. Oh, ik heb het al gedaan, zie je. Alright, here we go. Ja. Kijk, stadionnetje hoor. FC Barcelona. Alright. Ah! Hey! Je mag niet winnen nu. Mag gewoon niet. Maar wat heb je allemaal dit weekend gedaan? Ik heb gedraaid op Flying Dutch. Hoe was dat? Was leuk. Vertel er eens over. Vertel eens hoe het was. Hoe laat stond je? Ik stond 12 tot 1, ik moest openen. Oh, dus dat was nog best wel vroeg. Als het talent van Rotterdam. Oh, dat is wel top. En ja. Was het al een beetje druk, of niet? Ik denk toch wel dat er een paar duizend mensen al stonden. Ah, shit! Ik merk wel dat je een beetje afgeleid wordt door het praten. Ja. Dat is wel tof. Ik heb een nieuwe handicap gevonden. Ja, dat is goed. Ja, pak maar door. Ah, nee. Wordt het wat spannender. Nee. Oeh, nee. Maar, wat, nee. Heb je... Oeh. Heb je nog een nieuwe... Ik denk dat ik gewoon de 0-0 moet behouden, denk ik. Ik denk dat het belangrijkste is. Ja, dan kijken we naar de statistieken. Ja. Maar heb je nog nieuwe platen die eraan komen? Of, Even kijken hoor. Ik heb nu 3 tracks op Revealed. Die al vaststaan. Oh, die staan al getekend? Ja. Met Thomas Nielsen heen. Oh, dat is wel tof. Van een harde track is het. En een beetje een progressive vocal track met Rico en Miela. Ik weet niet of je hem kent. Zo op Hotcore gaan. Dus ze zijn van die producers en songwriters ook. Oké, dus komt ook vocaaltje op dan? Ja, echt wel tof natuurlijk. Daar gaan we waarschijnlijk een clip bij doen en zo. Oh, tof. En met Pers en Simon, ik weet niet of je hem kent. Ja. Ook een... toch die, hoe heet die plaat ook weer? Ze hadden toch een hele bekende plaat, dat is op een... Escape? Ja, volgens mij wel, ja. Met Blauw? Ja, precies. Ja, op Revealed, ja, Escape was het. Ah, en toen heb ik ook eentje gemaakt en die is ook op Revealed. Lekker bezig, jongen. Ja, en verder nog veel. Oeh. En jij, wat ik ben al liggen? Helemaal niks. Nee, ik ben nu bezig met die single met Bas. Oh ja. Nee, niet zo makkelijk. Niet meer praten. Maar ja, single met Bas. En zijn we nu mee bezig. Hadden we eerst waren we bezig met Bright Lights. Oh ja, dat hoorde op die Snapchat. Maar dat gaat hem denk ik niet meer worden. Hoezo niet? Nou, omdat zij heel druk is en ze heeft eigenlijk geen tijd. Die plaat moet afgeschreven worden, maar ze heeft eigenlijk geen tijd meer om op te schrijven. We hadden nog wel een andere vocaal liggen. Mm-hmm. Maar nee. Weet je zeker dat je nog wel praat? Keren te drukken. Nee! Domme. Nee, maar ze moest die afschrijven, maar dat heeft ze geen tijd meer voor. Dus ik moet nu op zoek gaan naar een nieuwe. Maar vocal. De track is wel af? Ja, de track is in principe gewoon wel af, ja. En het is progressive? Jezus. Progressive, ja. Ik wou eigenlijk even wat anders doen, zeg maar. Omdat iedereen kent me van al die harde platen natuurlijk. Ja, klopt. En ik vind het wel leuk om... het was sowieso goed om te doen. Om gewoon even een keer wat anders te doen, weet je. Ik bedoel, ik ben best veelzijdig qua muziek, dus ja. Weet je, je moet gewoon laten zien wat je allemaal kan doen. Klopt. Nou, ik weet niet waar die heen ging. Maar dus dat ik nog. Ik heb volgens mij nog een. Ik weet eigenlijk niet eens meer. Ik heb nog wat dingen liggen. Ik was eigenlijk nog bezig met een
nieuwe plaat met Lil Jon weer erop. Een soort echt? Van, ja. Een soort van opvolger van Welcome to the Jungle, inderdaad. Maar gewoon zo'n korte vocal, wat hij ook bij Welcome to the Jungle. Ja, nou, het was grappig, want ik had zeg maar 3 jaar geleden had ik met Lil Jon in de studio gezeten. Tenminste, in een hotel in. In Duitsland. En toen hadden we eigenlijk al best veel vocalen opgenomen. En daar had ik er nog eentje van liggen. Ja. En die. Wat zegt hij dan? Of is dat nog dat geheim? Nou, hij zegt. Dat is op zich geen geheim, maar hij zegt. Ja, we hadden eigenlijk een plaat gemaakt. Voor. Het spel was het. Ja. We hadden eigenlijk een plaat gemaakt voor. Voor Las Vegas. En dan was zeg maar, had hij toen opgenomen van Only in Vegas. Dus zeg maar, bij de opbouw hoor je dan dat Only in Vegas. Only in Vegas. En dan bij de drop zegt hij. We party like some animals. Maar toen ik had het weer teruggeluisterd, dacht ik, oh, dat is op zich best wel tof. Dus klopt. Daar was ik nu even mee bezig. Volgens mij heb je dat echt, We party like some animals. Heb je dat op Snapchat zo gezet? Of ja. Oh ja, want ik dacht dat ik het al gehoord had. Ja, klopt. Ja. Zoiets. Dus. Oh nee! Nee! Ah, lekker voor je. Ah, nee! Daar! Jezus. Nee! Nee, ja. Echt. Nee, tief op. Ja. Oh, nee, toch geen. Ja. Oh, hè. Nee. Nee. Ja. Toh, wat was dat? Buitenspel? Nee, eerste helft voorbij. Ah, yes. Toch, dat is nog best wel spannend. Oh, je hebt wel 1 keer gescoord. Ja, het is super spannend. Ik heb er zweterige handen van. Echt? Ja, ik ook een beetje. Maar neem maar even die vocaal. Ja, daar ben ik dus nog mee bezig. Maar het lijkt me wel lachen om weer een plaat met hem te doen. Maar gewoon een harde track natuurlijk. Ja, dat weer wel inderdaad. Ja. Het is gewoon wel, ja. Je kan niet. Welcome to the jungle, nee, bitch. En dan. Doem, doem, dan doem, doem, zoiets. Doem, doem, doem. Nee, dat gaat niet werken. Nee. Nee, wat doe je nou, jongen? Nee! Weg! Wat heb je weggelaten trouwens afgelopen weekend? Ik had eigenlijk 1 korte boeking. Ik moest bij Emporium, waar Emporium Festival in Nederland, moest ik invallen voor Dirtcaps, omdat ze waren te laat. Oh, echt waar? Oh ja, dat was namelijk. Toen moest ik een half uurtje draaien, maar het was best wel tof. Want die zaal was gewoon echt super vol en... Ja, gewoon echt heel leuk publiek. Het ging wel los dus? Ja, zeker. Nee! En hoe was het feest zelf, Emporium? Ja, ik heb er eigenlijk niet echt heel veel van gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was wel echt super druk uitverkocht en... veel en fijn. Ja, dat sowieso. Heel fijn, ik was ook echt helemaal van de kaart. Yes. Nee! Oh, dit is maar de tweede keer dat ik dit spel speel, hè? Ja, ik merk het. Ja, oké. Okay. Dat je het even weet. Nou, dat is wel een mooie goal. Dat is aardig hoor, ja. Mooi goal. Potverdorie. Nou, ik hoop dat ik nog een keer ga scoren. Kom op. Ah, maar hoe pak je elke keer die bal af van mij? Ik loop er gewoon op af. Zoals... Oh. Kom op. Kan je ook doen? Nee! Ja. Nee. Oh, nee. Nee, vrij trap. Misschien wel rood. Shit. Nee, oeh. Ja, een paar minuten te gaan, hè? Ja, hier ben je heel slecht in, toch? En vrij trappen. Even kijken, hoor. Die gaat er wel in, denk ik. Oh, ik sta nu voor de keepers in beeld. Ik ga gewoon op de lijn staan. Gaat hij weer terugrennen? Nee, dit gaat te zacht. Ah, jammer. Je is toch wel iets beter ingeschat, Jerry. We gaan er wel voor de 5. Ja. Ik denk, je gaat me af. Nou, de wedstrijd is er niet voorbij. Kom op. Ja, weer uit. Uitbal. Shit. Nee, hij is er binnen. Oh, huh? Je hebt de bal. Oh! Nee! Ik wil gewoon een paas geven. Godverdomme. Waarom geeft het ding niet gewoon een paas? Ja. Oh, shit. Okay, kom dan, kom dan. Pap. Jammer! Hé, wat was dat? Oh, je houdt me tegen, geloof ik. Ja, hoor. Je hebt wel het geluk, is wel aan je zijde, hoor. Zo, eerlijk gezegd. Dat zou ik ook zeggen. Nee! Ah! Nee! Weg! Nee! Jezus Christus! Doe maar even afgesteld hier. Ja.
Heel leuk, hè? Oh, nou, man, we gaan nog voor de 5, die gaan we redden, misschien 6. Nee, kijk, 71ste minuut al, hoor. Nou, dan hebben we dus nog 20 te gaan. Ja. Maar, waar moet je volgende week heen dan? Sta ik gewoon in Nederland. Oh. In Utrecht, hoe heet het? Waar? Ja, ik weet niet eens goed. Oh. Oh, ja, nee, het is nou voor een klein festival iets. Oh. Met Basejackers, J. Hardway. Oh, lachen. Woensdag moet ik naar Sonisos. Oh, voor Starbeach. Starbeach, ja. Ja, altijd leuk, denk ik. Ja, dat is echt top. Ja. Dit is alleen niet zo top. Ja. Nee, dus dat is best wel, het is echt super tof om te draaien. Ik weet, vorig jaar hadden ze Hardwell ook daar. Ja, die komt nu ook weer. Dus dat, ja, ze hebben echt een hele goede... Don't you come here! Ah, shit. Nee! Oh. Maar jij staat ook op Starbeach 15 juli, toch? Ja, ik sta 2 keer inderdaad. Ja, want ik sta ook 15. Echt? Ja, ik sta serieus 15. Oh ja, natuurlijk. We staan samen daar dan, ja. Oh, dat wordt, Maar heb je verschillende stages, of niet? Wordt baldadig. Nee, je hebt 1 stage. Mm. Ja, je hebt nog een kleine stage, maar... Ja, dat is meer echt voor wat onbekendere namen. Oh, maar okay. Ik denk dat wij gewoon... Goed niet mee. Samen staan. Dat ik voor jou te staan? Dan? Ja, zoiets. Okay. Ik weet niet precies hoe ze dat... maar het is super tof, want je staat echt niet vroeg of zo. En het gaat al echt vanaf het begin gaat het al best wel los. Ja, kijk je wel naar. En we slapen in die villa, hoor ik. Ja, jongen, dat is een gekke huis. Elke DJ heeft al in die villa geslapen. Dus ik hoorde ook alweer verhalen van Kennedy dat ze strijkijzers tussen hun reet hebben gedaan. Ja, dat serieus? Ja, je moet echt oppassen daar met dingen. Ja, we passen wel op, ja. Maar nee, dat villaatje is wel echt... Ja, dat is wel, ik ken de verhalen. Ja, daarom. Nou ja. Maar het is wel super tof, want die villa is op zich gewoon echt heel mooi. Zwembadje buiten. Mm-hmm. En kijk, maar wat we eigenlijk moeten doen die avond, is een setje regelen, een pioneer setje, gewoon een feestje geven. Is het afgelopen? Die avond zelf? Ja, het is afgelopen toch? 3-0? Dat is wel duidelijk dan. Ja, top. Nou, ik neem alvast een wodkaartje om de pijn te verzachten. Heb je nodig? Ja. Hey. Nou, ik heb verloren. Ja, wat moet ik doen? Met ruime cijfers, zoals je ziet. Dus nu zit het aan jou de beurt. Om op Snapchat wat op te nemen over hoe slecht je wel niet bent in FIFA. En hoe goed ik wel niet ben. Oké. Ja, ik heb mijn Snapchat erover. Ik wil dat ook wel even proberen. Ja. Oh ja, en doe trouwens even in het Engels. Ja, oké. Okay. Iedereen begrijpen. Ik dacht Nederlands. Nee, iedereen moet het zien. Oké. Okay. Ja? Ready? Kijk er wel mooi uitzien zo. Yo, I'm Alvaro. I suck at playing FIFA and Joey Dale is the best FIFA player. Make sure you follow him on Snapchat, Joey Dale Music. Ah. That's what I like. I suck at playing FIFA. So as you can see, I've lost the game against Joey, FIFA. I really suck at it. But we have a good thing about it, and that's I'm gonna play another game and you can decide which game I'm gonna play and against which DJ. So make sure you leave a comment download about which DJ you want me to invite or which game you want me to play. Just let me know and see you guys next time. Peace. Precies, Precisely. Yeah.